dag zullen we weer koolsoep eten. Weer luizen vangen in het smerig hemd. Vandaag zullen we weer schweinhond heten. Vandaag wordt alles weer opnieuw herkend. Vandaag horen we weer sirenes loeien. En we hebben vinden het ook heel mooi dat de Calvijnschool dit heeft geadopteerd. Dus we hebben ook de naam van de Calvijnschool op het bord gezet. En op dat bord zien jullie plaatjes die je net gezien hebt en het verhaal. Dus iedereen die hier langs wandelt of fietst en zegt wat is dit, wat betekent dat, die kan hier even stilstaan en lezen en dan ook weten hoe belangrijk is dat dit er is. Nou, ik heb twee assistenten gevraagd. Die zijn een andere, één van groep 7 en één van groep 8. En als jullie nou even deze vlag pakken en dan trekken we met z'n drieën in één keer omhoog, zodat iedereen hem kan zien. Ja? 1, 2, de koffie! Dat is de kant van Nijkerk op. Wat komt hij dan tegen achter? Dan die kant op? Duitsland, zo? Ja? Die kant op Duitsland. En Engeland en Canada en Amerika liggen aan die kant. Ja, ja. Dus mensen die ons moesten helpen, die woonden daar. En de Duitsers, die woonden daar. Maar in de oorlog was het precies andersom. Dus dat hebben jullie ook misschien, dat jullie dachten, even dachten. De Canadezen, die moesten daar vandaan komen, want die waren al opgerukt tot Nijkerk. En de Duitsers, die lagen nog bij Baren. En zodoende, in 1945 gebruikten de Duitsers de Grenzenlinie precies andersom. Om zichzelf daarachter te verschuilen, achter die schouder. Om de Canadezen tegen te houden. Het verleden onze toekomst bepaalt. Het altijd blijven proberen, ook als we zijn verdwaald. Zullen we samen niet vergeten, niet meer wegdenken wat er is gebeurd. Maar leren beseffen, te weten, dat ons verleden verkleurt. Laten wij samen denken, leven in stilte. Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen. Laten we samen hopen dat wij hier altijd stil bij blijven staan. De tirannie.